Bent u een dierbare verloren? Onze oprechte deelneming. In deze moeilijke periode moet u ook heel wat regelen. Wist u dat u veel vooraf kan doen? Dat bespaart u heel wat zorgen op het moment van een overlijden, zodat u tijd hebt om afscheid te nemen. We zetten de praktische zaken op een rijtje. Kiest u voor begraven of cremeren? Voor welke laatste rustplaats kiest u en waar? U kan deze en andere keuzes vastleggen in een laatste wilsbeschikking bij een stadsloket. Bespreek vooraf met uw familie ook zeker of een gratis rustplaats voor 10 jaar voldoende is. Die kan namelijk niet vernieuwd worden. Bekijk ook of het belangrijk is dat er iemand kan worden bijgezet in dezelfde rustplaats. De dienst begraafplaatsen van de stad geeft u hierover graag advies. U kan dit vooraf ook bij een uitvaartondernemer vastleggen. In een testament bepaalt u aan wie u uw bezittingen wil nalaten. Om uw nabestaande financiële zorgen te besparen, kan u vooraf ook een uitvaartverzekering nemen. Sommige zaken kan u pas best op het moment van een overlijden regelen. U brengt best de familie zo snel mogelijk op de hoogte. Vlak na het overlijden moet een arts het overlijden vaststellen. De arts of het ziekenhuis maakt dan een overlijdensattest op. U heeft dit attest nodig voor de aangifte van het overlijden bij het stadsloket. Met dit attest kunt u ook contact opnemen met een uitvaartondernemer als die nog niet is aangesteld. Hij zal bijvoorbeeld het overlijden aangeven bij het stadsloket. Kiest u voor crematie, dan heeft u nog een tweede medisch attest nodig. De medewerker van het stadsloket stelt bij aangifte van een overlijden een overlijdensakte op en geeft een aantal uittreksels van die akte mee. Die zijn nodig voor onder meer de werkgever van de overledene, het ziekenfonds, de bank en de verzekering. De medewerker van het stadsloket gaat nu ook na of de overledene een wilsbeschikking indiende en of er een uitvaartcontract is. Had de overledene een overlijdenspolis? Neem dan contact op met de verzekeringsmaatschappij. Ook in de dagen na het overlijden moet u nog een aantal zaken in orde brengen. Bezorg de werkgever van de overledene zo snel mogelijk een uittreksel van de overlijdensakte of verwittig de dienst pensioenen. Contacteer ook uw eigen werkgever. Elke werknemer heeft immers recht op omstandigheidsverlof bij het overlijden van een familielid. Breng best zo snel mogelijk de bank van de overledene op de hoogte, net als kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Als de overledene een uitkering van een ziekenfonds, OCMW of werkloosheidskas kreeg, breng dan deze instellingen op de hoogte. Verwittig ook het kinderbijslagfonds. Denk verder ook aan het stopzetten van abonnementen, huurcontracten, contracten voor telefonie en elektriciteit, de post en de uitschrijving van een voertuig. Voor het afhandelen van de erfenis kan u een beroep doen op een notaris, al hoeft dat niet. Meer details over wat te doen bij een overlijden vindt u op antwerpen.be/overlijden. Wij wensen u bij het afscheid heel veel sterkte toe.